een spannende avond in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Daar werden maandag tijdens de uitreiking van de Rotterdam Sportstad Awards de beste sporters van Rotterdam verkozen. De avond werd gepresenteerd door Wilfried de Jong. Goedenavond allemaal. Ja, welkom bij de Rotterdam Sport Awards. In de categorie Rotterdam Sportman ging de award naar honkballer Diego Markwell, die zelf niet bij de uitreiking aanwezig kon zijn. De beste sportverhaal van 2011 zat wel in de zaal. Ja, ik ben heel erg blij mee. Ik vind het heel erg leuk. Het is wel een stukje waardering en respect en erkenning, dus dat is wel echt super leuk. Dus dan ben je blij. Rotterdam Volleybal ging met de prijs voor beste sportploeg naar huis. Het is denk ik een erkenning voor de mensen die er hard aan gewerkt hebben, spelers, vrijwilligers. Judo-coach Marjolein van Une werd verkozen tot beste sportcoach van 2011. Laat hem zien. Marjolein van Une! De award voor Rotterdam Sporttalent ging naar karateka Laurie Vogelzang. Nou, ik vind het superleuk, ik vind het echt een eer en ik ben er echt heel blij mee. Ja, ik vind Rotterdam een hele grote stad met heel veel sporten en dat je dan daar wint, ja, vind ik gewoon heel mooi. Tot slot was er ook een award voor de beste sportvrijwilliger en werd de gehandicapte sportprijs uitgereikt. We zijn er heel erg trots op en blij op en bedankt ook iedereen die meedoet bij ons. Ja, ik ben enorm trots. Trots op al deze sporters, op de vrijwilligers die het mogelijk gemaakt hebben. En al die mensen die hun energie inzetten in en om Rotterdam. We willen graag in Nederland de Olympische Spelen organiseren 2028. Wij denken dat we in Rotterdam dat het beste kunnen doen. Deze Sport Awards laten zien dat we in Rotterdam heel veel sportaspiraties hebben. Het ook waar kunnen maken. En samen met al die mensen een prachtige Olympische Spelen in 2028 kunnen neerzetten. Dus naar Nederland, maar het liefst in Rotterdam. De Rotterdam Sportstad Awards werden voor de 25e keer uitgereikt.